We hebben nu een hoek die we eraf willen zagen. En ik zal even een klein beetje dichterbij komen, dan kan je het zien. Alleen deze hoek is geen 45 graden. Hij is iets scherper. Tenminste, als je hem zo op het pad legt. Maar nu willen we hem eigenlijk wel zagen. Want hier rondom aan dit blad, dat is nu ook wel een beetje mode, willen we eigenlijk dat hij een beetje afgeschuind is. Zodat hij heel dun en heel fragiel lijkt. Nou ja, dat gaan we in ieder geval doen. En ik heb daar ook een trucje voor. Omdat we nu de andere kant, 45 graden, de zaag gaat niet krapper dan 45 graden. Dus wat doe ik dan? Ik heb hier een hele kleine winkel, of hoe heet het nou, een zwijhaak. En die leg ik op de vouw. Ik heb hem al afgetekend natuurlijk. Even kijken hoor. Zo, dit is de hoek. En nu, even kijken hoor, eigenlijk moeten we hem overhalen op een haakse hoek. Hebben we een potlood nog? Oh ja. Ja, geef maar. Ah, perfect. Kijk, want nu hebben we die hoek. Ik zal hem even hier tekenen. Terwijl we willen eigenlijk deze hoek. Zo. Nou, dat is hem. Die halen we over op dit apparaat. Dan moet ik deze even een klein beetje naar achter schuiven. Zo, zodat hij er goed in kan. Vast. Eens even kijken. Ik draai hem even in de hoek. Het is net buiten beeld, zo te zien. Zo. Kijk, dit is hem. En nu hebben we dus deze hebben we in de juiste hoek gezet. En nu is de grap, eens even zien hoor. We hebben nu, dus eigenlijk als we nu weer terug gaan naar de vouw. We hebben deze hoek nu overgenomen. Nou, dat kan je wel een beetje zien. En ik wil hem zo meteen zo gaan zagen. En misschien kunnen we helpen om de camera heen lopen. Draai ik even een rondje voor het snoer. Kijk, als je hem daar nou tegenaan legt. Ik heb trouwens deze mal, die heb ik gemaakt. Hier aan de achterkant zit hij vast met een lijmklem. Een hele platte kop heeft hij. Dus ik heb hem een klein beetje ingezaagd, zodat er een sponningje komt waardoor ik mijn lijmklem goed vast kan zetten. En hier, ik zet even mijn zaagblad vrij, zodat ik hem rond kan draaien. Kijk, hier kunnen we nu zien van, joh, waar moeten we hem nou plaatsen. Dus hij moet nog ietsjes verder die kant op. Misschien dat ik hem iets te ver doorheen tik. Nou, nog niet. Even kijken, ik laat hem nog even zakken, het zaagblad. Zo. Draai hem nog een beetje bij. Nog een beetje. Zo. Kijk, nu hebben we hem goed te pakken. Zet ik hem vast. Misschien, ik doe hem trouwens nog ietsjes minder, want ik wil ook nog een beetje... Uiteindelijk krijgen we natuurlijk een soort zaagspoor. Ik wil hem ook nog een beetje kunnen schuren. Zo, zo vind ik hem prachtig. Nou, er zit natuurlijk een spouwmes achter op de zaag. En we gaan eens even kijken als we hem nog ietsjes verder naar voren halen. Oh, even kijken die niet. Deze. Kijk, waar raakt hij hem dan? Ik vind ook wel dat hij nog wat lager kan. En als ik er nu zo overheen kijk, ik wil in ieder geval dat het de hele tand in dit blad verdwijnt. Dus dat is dit. Ik zet even de hoogte vast. En nu gaan we hem zagen. Dan zagen we deze zagen we een stuk in tot ongeveer hier. Dus dat gaan we nu doen. Even kijken, oor op. En dan... Oh, blokkering eraf. Aan de goede kant zagen natuurlijk, dus even goed opletten.
wacht. Eerst dit. Dus deze halen we even los. Die schuiven we nou door. Kijk, en nu kunnen we dit gebruiken als aanslag. Zo meteen natuurlijk. Het rookt een beetje. Zo. Dus één. Ja, in dit geval, het is natuurlijk massief hout. Dus dat gaat heel erg hard. Maar je ziet, nu hebben we precies, je ziet hier ook weer het potloodstreepje. Precies op het potloodstreepje hebben we het gedaan. En deze moeten we nou eigenlijk rondom even doorzagen. Dus ik kan er nog eentje doen. Kijk, die gaat alweer een stuk makkelijker. Zo. Waarschijnlijk het verschil tussen kopshout en langshout. Nou, we hebben mooi twee scherpe hoeken eraan. Kijk, maar je ziet ook hier perfect. Hartstikke mooie naad. En als we hem zo omdraaien, heb je een mooi blad. Wat dus niet in 45 graden is. Nou, succes ermee. Yo.